NP, bestuur, NDP, goedenavond. Suriname, goedenavond. Want wij van de NDP, onze takken ons leven, wouden takken aan Suriname. En want die sa kondoro. Pestra nan sa konadoro, lek van a kondre sa a de eigenlijk. Want goede kondre. Want kondre sa kan sorgo alamala. Want we hebben die droom. We hebben die droom van een land wat we al hadden bijna helemaal in eenheid met elkaar. Die brom tjari van ons die we hebben gekweekt zoveel jaren. En wanneer baka. De droom die we hebben in Suriname en die we hadden voor Suriname en die we zullen hebben voor Suriname. Die staat is levend in de NDP. We hebben het opnieuw geschreven en we gaan het doen ook. Want ik weet zeker, ik heb de hoop op de toekomst van de partij dat we kunnen en willen werken voor dit land. Maar vandaag, als we kijken in Suriname, peel door. Na de vorige verkiezingen, waar zijn we in terecht gekomen? We zijn in een tijd terechtgekomen waar we niet kunnen zien waar we naartoe gaan. Scheiding van bevolkingsgroepen, vertrappen van rechten van media om op Facebook te praten en hun licht te laten schijnen op de handelingen van de overheid. We zijn terechtgekomen in een tijd waarin buitenlandse investeerders zich terugtrekken. Dus Morocco, de Longwe. We zijn in een tijd waarin men zelfs van burgers hun recht om hun mening te uiten en echte correcte informatie te geven op Facebook vertrapt. We zijn terechtgekomen in een land waar ik zeker weet dat zelfs hier in deze zaal, want tof uno, we pina fusen op chingas koro. Onze kinderen, sommigen eten niet meer elke dag. We zijn terechtgekomen in een tijd waarin onze vrienden, onze familie, de lobby van uno, worden naar het ziekenhuis gebracht en daar gaan ze dood, want er is geen zuurstof voor ze, voor de kiezen. Daarin zijn we terechtgekomen. We zijn terechtgekomen in een land met een regering die zich niet druk maakt over zijn mietafvallen. We zijn terechtgekomen in een land waar onze gezondheidszorg en onderwijs een boel helemaal van bewoning, maar het functioneerde en vandaag de dag op Brokkosaka. Maar het ergste wat ik vind, is dat we terecht zijn gekomen in een land waar onze regering gewoon alle wetten aan hun laars lap. Ze vertrappen die wetten. Je kiest een verhoging voor EBS. Maar de wet zegt dat de president niet bevoegd is om stroomtarieven te verhogen. Het staat hard en duidelijk in de wet. Na EBS moest potas stroomtarief op basis van een energieplan. Na Unomeka wet. Dus misabing. Energieplan nodig. En de president bepaalt gewoon stroomtarief alsof het zijn werk is. Ik moet zeggen, wansan er een keer in de boel, a baunu, want alles ma paya tarief gewoon en wans van het jaar er een keer in ga rechter. Het is tijd om op te staan mensen, want ik kan u zeggen, wat we meemaken elke dag, is dat in 4 jaren ons land in duisternis is gedompeld. Het land is in duisternis. Dat is wat we allemaal elke dag ervaren. Land heeft geen licht meer. In tunnel. Doemru. A kondre kon doemru. Kondre kon doemru. En teo sita a kondre kon doemru. Sao wani. Leta faya. Oh, leta faya. Si, wala mala bilkitani na ngapresi. Leta faya. Leta faya. Leta faya. Leta faya. Ik ga weer gewoon
Wat ons tegenhoudt
is afvast vanuit de politiek in Akondreja. En daarom hebben we gezegd, een van de belangrijkste dingen die we moeten gaan doen, boyfuskrivi een plan, en dat we doen, maar, is dat we ervoor zorgen dat we change assisteren. Het naleven van wet en regelgeving is van bijzonder belang, want als je de wet niet naleeft, like de regering die ziet, dan stort jouw democratie elke dag in elkaar. Als je de wet niet geldt, voor mama met de kasani, voor Jan Chan en allemaal, ja, if a wet nog geldt die Jan Chan en allemaal, maar we hebben verschillende wetten voor verschillende mensen, dan heb je geen democratie in je land. Wij hebben dus gezegd dat wij als partij een democratische rechtsstaat willen nastreven en dat we ons aan wetten willen houden. Maar dat betekent ook, en dat hebben we vanmiddag ook aangenomen, dat we ook dus nodig hebben een rechterlijke macht. Een rechterlijke macht die eerlijk, vrij van politieke druk en beïnvloeding haar werk kan doen. Bijzonder belangrijk. Waar rechterlijke macht in Wankondre noemt de andere voeten van politieke partij. En als dat, als systeem dat moest change ook doen. We maken altijd de uitzonderingen. Want in elk systeem heb je die dappere mensen die niet onder de schoen van die partij zitten. Dus we maken uitzondering voor hun. In onze politieke visie als NDP, het belang voor Akondre, knap omhoog heerlijk, het belang voor me of you, like Wasma, of zelfs boven het partijbelang, eng partijbelang. Het belang van die samenleving is het hoogste belang. Dat hebben we vanmiddag aangenomen. Deze opdracht die we aan het bestuur en aan de hele partij hebben gegeven, is een aanzet. Het is een aanzet, is de eerste stap. Want Alassani, nomad Tjentje van de ene op de andere dag. Maar het is niet alleen voor de NDP. Het is een oproep van de NDP aan heel Suriname en vooral aan mensen die vinden dat ze leiding willen gaan geven aan dit land, lik Unuja. Ondersteun, volg dit proces, volg deze beweging naar goed bestuur. Volg deze beweging naar eerlijk bestuur. Want één persoon of één partij gaat het niet kunnen doen. Jullie allemaal hier, maar alle den trasma in Akondre. Wie is in al op me? Wie is in al op NDP? Wie is in bij tegen UNO? Maar ik denk dat we het over één ding eens moeten zijn. In Suriname moeten we op een andere manier politiek en bestuur doen. Als we dat niet doen, dat alle oil en gas, sa uabi of sa kantja moniko, dat we Shiwan Sani Saepsa in Trakondre. A oil and gas kon dat 20 familie ek is zo voor money. Dat 70 generaties van ze zijn al verzorgd. En de rest van het volk kan doodgaan op straat. Dus a oil and gas, no poor uno uit Apina. If uno change a systeem van politiek in Trakondre. En daarom heeft de NDP deze stap gezet. En ik kan u zeggen, het is geen gemakkelijke stap. Want u allemaal sabi, te je moest change je systeem in je osso of in je Libi, kan die veranderen, want kan die je drinkt op zich voor shopping in Liben. Het is niet makkelijk. La staan voor change je partij en la staan voor change je herkondre systeem. Het is geen eenvoudige zaak. Het is een zeer moeilijke opdracht. Maar het is het enige wat ons gaat helpen om te zorgen dat Akondre die zich moet uit de draaikolen bij we abi wam chinsani dat we lassen baka, de wa wam chinsani dat we lassen baka. Als we in dit land willen gaan naar welzijn en welvaart voor ons volk, gaan we echt
behoorlijk bestuur, harde hand en zero tolerance voor corruptie moeten invoeren in dit land. En elke reis van 1000 kilometer begint met de eerste stap. Dus 81, het is 1000 kilometer, dus ik begin er niet aan. NDP is vandaag begonnen, NDP heeft gezegd, we nemen de eerste stap en daarna elke volgende stap die nodig is. En we hebben elkaar beloofd dat wij als partijgenoten, Younahami, wij staan niet boven de wet. Teufufur lantimoni. Juwa ook knapanga PG. Ik heb wel gezegd, eerlijke PG. Juwa ook knapanga PG. Want wij kennen ook politieke vervolging in dit land. En we bedoelen dat ook niet. Dat is ook een vorm van corruptie. Wanneer we willen waarmaken wat we voor Suriname willen dus, dan zullen we vooral eerlijk moeten werken in het land. Corruptie en ongebreidelde hebzucht zullen we hard moeten bestrijden. En stap voor stap zullen we van dit Suriname, die alles heeft wat we nodig hebben, een beter thuis maken voor onszelf. En omdat we de moed hebben gehad, want het kost moed, het is niet alleen moeilijk. Tjentja systeem is niet veilig. Tjentja systeem heeft risico. Want ano alles maar one make you change your systeem. Het is een gevaarlijke opdracht. Het is een moeilijke opdracht. Maar het is het enige wat ons kan helpen om van dit land inderdaad een rijk land te maken. Want het is een rijk land. Dat volk nepinamor. We moeten die moed opbrengen. We moeten die durf hebben. We zien ook dat vanaf we hebben gezegd. Dat we hebben gezien wat iedereen heeft gedaan, wij ook, alle partijen zijn aan de macht geweest. Dat om Tjentja systeem, dat zien we dat inderdaad de partij weer groeit. En jonge mensen sluiten zich aan. We zien dat meer mensen bij de partij komen. En we verwelkomen vanavond daarom ook nog een aantal jonge ondernemers. Wie's namen ik hier ga noemen, want ze zijn in een andere activiteit van de partij erbij gekomen. De mensen als Jamie Robin, jonge ondernemer. Shelby Mukiran, jonge ondernemer. Joël Wierot Kromo, jonge ondernemer. Vanity Surorejo, jonge ondernemer. Mariska Sursbansing, jonge ondernemer. En ik ben blij om te zien dat de dames en heren zijn. En ik feliciteer hun dat ze die stap hebben gemaakt. En ik ben blij voor de NDP dat we nieuwe mensen krijgen die bewezen hebben dat ze in staat zijn alvast voor zichzelf wat te doen. Wie is dat situatie moeilijk, wie is dat doen? En er zijn nog meer. Maar ik ga hun vragen. En ik ga ook de jongeren van de NDP vragen. Want ik was die dag daar om ze te verwelkomen. Maar ik heb u al gezegd, er zijn een heleboel jongeren getrapt uit het onderwijs. En die jongeren zijn radeloos en ze hebben geen toekomst. Deze partij belooft dat we naar die jongeren gaan kijken. Dat ze getraind gaan worden. Dat ze werk kunnen gaan doen. We moeten zorgen dat ze uit die wanhoop komen. Want Theo de wanhoop ligt jongeren naar Sosso Straat, Jogo, Nosso Doros. En wij willen scholen bouwen, universiteiten en landbouwopleidingen. Unoanbouw Doros. Dat is wat wij moeten beloven. En vragen aan deze jonge mensen, die allemaal hoog opgeleid zijn. Je hebt de kans gehad. Ik heb de kans gehad. Maar zoveel kinderen op dit moment krijgen niet de kans om een school af te maken. En dat is de weg naar armoede. En daartegen moeten we hard gaan en harde programma's uitvoeren. Op een eerlijke manier voor poor dem chindis uit Awanhoop, de zogenaamde kansarme chindis. Er zijn dus meer mensen. Er zijn dus nieuwe mensen. Maar
Er zijn ook vertrouwde kameraden die bereid en in staat zijn om offers te brengen die van ons zullen worden gevraagd. We roepen dus alle Suriname's op om mee te gaan met het proces van verandering. We hebben in onze partij genoeg mensen die de guts hebben, het lef hebben, om zich achter deze beweging op te stellen. Iedereen in de partij, iedereen in Suriname, roep ik nogmaals op. Het is de belangrijkste beweging van de eeuw. Kentia-systeem. En we hebben in dat proces iedereen nodig. Mina presija, no tu na nastre, beti ti na mina presija. I'm like, 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 I'm